zometeen ook twee stukken aan te bieden. Ja. Interbestuurlijk actieplan, interbestuurlijk, het is opgesteld door Rijk, VNG en IPO. Dus we vinden dat ook heel fijn, dat we het hele draagvlak, de hele combinatie hebben van die paar partijen. En ik kan u een krimpkompas aanbieden, mijn krimpkompas, dat is een product van VNG, waarin wij wat handvaten proberen te geven voor de aanpak van krimp in uw gemeente, in uw regio. Ja, een redelijk aantal minder woningen hebben. Het komt natuurlijk wel tegelijkertijd met de crisis, want de woningbouw gaat sowieso gaat die slecht. Ja. En we hebben dan ook natuurlijk als een beetje een wat kleinere gemeente, van redelijk groot ten opzichte van Friese begrippen, 16.000 hectare. Mm-hmm. Heb je vanmorgen de cijfers van het CPB gehoord? Nee. Giel Vergeer van het CPB heeft de cijfers bekendgemaakt ten aanzien van de bouwvergunningen. En dan blijkt dus dat er in Friesland een krimp zit van 40%. En dat is natuurlijk fors. Ja. En dat is een klap die natuurlijk in de bouwwereld nog behoorlijk voelbaar zal zijn de komende periode. Niet dat je dus zegt dat hele drommen mensen hier vertrekken. Je hebt meer gezinsverdunning. Schommeling. Ja, precies. Dan had je want het is hier een prachtige mooie landelijke omgeving. En het beleid is er ook wel opgericht. Hè? Bouwen naar aard naar schaal. Ja. Het interbestuurlijk actieplan. Ja. Van Rijk VNG. Ja. Krimpen met kwaliteit, dus krimpen zien als de kans. Oké. Okay. Ja. Dat vergeten we bijna te zeggen. TKK. Ja, klopt. En het product van de VNG daarbij, mijn krimpkompas. En hier zit gewoon het materiaal in. Oké. Ja. Te gebruiken. Die stukjes als u wilt, zitten de praktijk. Daar zit de praktijkvoorbeelden ook in. Heel fijn. Een paar. Ja. Mooi. Nou, ziet er heel goed uit. Ja. Ga de map meenemen. En u vergeet onze boodschap niet, hè? Nee, ik zal het platteland. Voor het platteland, nee. Dat is echt zo dat de mensen met een minder inkomen niet meer kunnen wonen op het platteland. Omdat de kavels te duur zijn. En de woningbouwstichting te veel goedkope woningen afstoot in de verkoop. Dat is echt een probleem voor het platteland. Nee. Voor onze eigen jeugd en eigen inwoners.